Groenteverm Plant heeft net de poolprijzen bekendgemaakt van de granen. En daar willen wij natuurlijk meer over weten. Daarom heb ik een afspraak gemaakt met Arco Ampersen. Want hij kan mij meer vertellen over het afgelopen graanjaar en de markt. Arco, jij bent bij Agrifirm Plant werkzaam als relatiemanager granen. Dat klopt. Dus dat betekent dat jij contactpersoon bent voor de teler. Kun je vertellen hoe het afgelopen graanjaar is verlopen? Ja, dat kan ik. Het was over het algemeen een goede oogst met relatief weinig neerslag. En we hebben een goede opbrengst gehaald, gemiddeld genomen. Nou ja, en al met al hebben we een keurige kwaliteit tarwe en gerst binnengekregen. En nou is de poolprijs onlangs bekendgemaakt, maar wat is de poolprijs precies? Een poolprijs is een collectief gemiddelde van een heel seizoen. En met de pool doe je goed mee in de markt, maar beperk je toch het afzetrisico. Je had het net over kwaliteit, maar wat heb je daar dan aan? Zullen we eens wat tarwe gaan bekijken? Ja. Kijk, dit is mooie kwaliteit tarwe. Een goede kwaliteit tarwe begint bij de telers. En als die een goed groeiseizoen hebben gehad, een goede oogst hebben gehad, dan hebben we daar profijt van in de afzet. En dat resulteert dit jaar dat we voor baktarwe een premie hebben kunnen halen van 3 euro per ton. En dat komt bovenop de gewone standaard poolprijs. En die hebben we kunnen realiseren doordat in september en oktober een goede markt was voor baktarwe. Daarna was die markt eigenlijk weg, maar we hebben uiteindelijk toch nog wel een mooie slag kunnen slaan. Je had het eerder ook over gerst, maar waar wordt die dan aan afgezet? Afhankelijk van het ras en de kwaliteit wordt het afgezet als brouwgerst of als voergerst. En dit jaar hebben we 85% kunnen afzetten als brouwgerst. En dat heeft onze positie in de brouwgerstketen echt versterkt. En uiteindelijk hebben we daardoor premies kunnen realiseren van 27 euro per ton bovenop de voergerstprijs. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar was de graanmarkt dit jaar dan ook zo goed? In 2014 is er een record hoeveelheid aan graan geoogst wereldwijd. En dat heeft heel het jaar door een belangrijke rol gespeeld in de markt. Dat heeft na de oogst de prijzen ook erg onder druk gezet en is de markt gedaald tot 130 euro per ton. En heel het jaar door heeft dat een rol gespeeld. En ja, door die lage prijzen in september hebben we een goede export op gang gekregen en hebben we de prijzen gerealiseerd voor 170, 180 euro. En die hebben ze zo'n beetje vastgehouden tot en met mei dit jaar. En daarna is de prijs weer gedaald tot en met 160 euro per ton. En nou, we hebben een mooie middenprijs gerealiseerd met de pool van 163,60 euro voor tarwe en 184,10 euro voor brouwgerst. Ralf, jij bent de akkerbouwer hier in Flevoland. Ja. Kun je me vertellen wat jouw ervaringen zijn met Agrifirm Plant en het vermarkten van de granen? Nou, Agrifirm Plant is voor ons een betrouwbare afnemer van onze granen. Van voornamelijk wintertarwe en gerst. Zij realiseren ieder jaar toch een hele goede poolprijs. En dat komt doordat zij goed met de markt bezig zijn. Zij weten wat er in de markt speelt. En daardoor realiseren zij voor ons een goede prijs. En krijgen wij een mooi saldo voor onze granen. En hoe staat het er eigenlijk dit jaar voor met de tarwe? Nou, de tarwe die staat er zoals je ziet hartstikke goed bij. En nou, de tarwe die kan gewoon een mooie opbrengst geven. Het is altijd een verrassing. Wat gaat de tarwe doen? He, wat voor opbrengst gaat hij geven naar de oogst toe? Dat is gewoon altijd het spannende. Dus ieder jaar een verrassing. En over verrassingen gesproken, kijk eens, daar is Arco met het bier. Arco, staat het er volgend jaar eigenlijk goed voor met en de kwaliteit en de prijzen en de hoge opbrengsten? Dat is afwachten. We hebben er altijd vertrouwen in. Maar uiteindelijk bepaalt het weer het. En daarom is tarwe ook zo'n fascinerend gewas. Proost! Proost.